Welkom bij weer een nieuwe Artiest van de Maand. Het programma waarin we Helmondse artiesten in de spotlight zetten. Vandaag ben ik op bezoek bij Sam Jansen. En Sam won onlangs het landelijke televisieprogramma Hit the Road. En Sam woont gewoon hier op Helmondse bodem. Daar willen we meer van weten. Sam Jansen, de allereerste artiest van de maand. Yes. Wat tof dat we hier te gast mogen zijn. Hoe is het met jou? Ja, heel goed. Supergoed. Lekker druk bezig. Veel te doen. Ja, precies. Dus, ja, ondanks corona natuurlijk. Hè. We zijn allemaal een beetje... Ja, klopt. Maar ik ben natuurlijk... Ik heb die deelname bij Hit the Road gedaan aan het begin van... Of ja, na een paar maandjes corona. Ja. En ik heb het sindsdien gewoon hartstikke druk gehad. Dus ik... Ja, ik heb genoeg te doen momenteel in ieder geval. Ja, dat brengt me meteen op Hit the Road. Want ja, de kranten, vooral in Helmond, hebben er toch wel vol van gestaan. Want jij hebt dat programma gewoon gewonnen. En het is landelijke televisie. Ja, klopt. Ja. Hoe heb je dat beleefd? Ja, was hartstikke leuk. Ja, ik werd ervoor getipt en toen dacht ik... normaal zou ik eigenlijk nooit zo snel meedoen met een dergelijk programma op tv... Maar bij dit programma was het dus ook echt zo dat het verhaal heel belangrijk was en de muziek. Ik dacht, nou, dat klinkt eigenlijk wel interessant en ik had toch niks te doen, want we konden niet optreden. We zaten thuis met corona. Toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon doen. En het heeft me eigenlijk echt positief verrast. Ik vond het echt heel leuk om mee te doen. En je bent getipt, zei je. Heb je jezelf dan opgegeven of ben je door anderen opgegeven uiteindelijk? Ja, ik hoorde gewoon van het programma en dan zijn er gewoon contactpersonen. Dus het is niet echt dat je een aanvraagformulier of iets dergelijks moet invullen. Maar er zijn gewoon contactpersonen. Die kan je dan berichten van, oh, ik hoorde dit, lijkt me interessant. Kan je ze wat meer vertellen? En dan, dan ga je gewoon met iemand bellen en die legt het allemaal uit. Vind je het een beetje vergelijkbaar met programma's als The Voice of Holland? Of is dat dan totaal wat anders, Hit the Road? Want het is eigenlijk ook een competitie. Ik moet ook wel eerlijk zeggen... Ik was me in eerste instantie niet eens per se ervan bewust dat het een competitie was. Dat kwam eigenlijk pas later dat ik dacht, oh, het wordt dus wel een wedstrijd. Voor mij was het meer het idee op het begin van je stapt in een auto bij een BN'er. Je doet je verhaal en je doet je liedje. En ik dacht, nou, dat is hartstikke leuk. Dan heb je leuke exposure, je doet een keertje je verhaal. Dat is ook weer goed voor mensen die daar vragen naar hebben bijvoorbeeld. Dus daarop had ik mijn beslissing al gebaseerd van ik wil het wel meedoen. En pas later kwam ik erachter, oh, het is dus ook nog een competitie. Dat wist ik niet. Dus in eerste instantie dacht ik, het is echt compleet iets anders. Maar het komt natuurlijk wel een beetje op hetzelfde neer. Ja, het is toch gewoon weer een zangcompetitie. Ja, en wie waren die bekende Nederlanders? Degene waar ik bij zat waren Nick en Simon. Ja. Ja. En hoe waren die in het echt? Ja, superleuk. Ja, heel grappig onderling ook. Hoe ze tegen je deden en de interesse die ze toonden. Ja, zeker. Ja, was ook wel oprechte interesse. En ze zijn onderling ook gewoon grappig. Dat is ook gewoon wel leuk om een keer te zien. When the road gets dark, and you can no longer see. Just let my love through a spark. Hey, en in Helmond, hè, als je dan hier op straat loopt, zeker na die tv-uitzendingen, word je dan vaak herkend. Zijn de reacties alleen maar positief of krijg je ook wat nare reacties? Hoe is dat? Ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad. En bij mij is het natuurlijk zo helemaal nu tijdens die coronatijd kom je vooral mensen tegen die jou al kennen. Dus daarvan had ik natuurlijk al via social media en dergelijke en via WhatsApp en weet ik het wat allemaal reacties gehad. Dus het was niet zo dat ik op straat constant door iedereen wordt aangesproken of zo. Dat eigenlijk helemaal niet. Nu helpt het waarschijnlijk ook niet mee dat je met een mondkapje rondloopt. Ja, dan ben je een beetje vermomd als het ware. Ja, hè? Ja, precies. Nee, maar ik heb het wel een paar keer gehad hoor. Zo bijvoorbeeld in de supermarkt of zo. Dat iemand dan zei, hey, heb ik jou niet daar en daar gezien?
Ja, dat is wel een paar keer voorgekomen. Maar ja, eigenlijk tot nu toe echt iedereen alleen maar leuke reacties. Ja, ja, ja. Ja. En woon je al lang in Helmond? Ben je geboren in Helmond? Ja, ik ben hier geboren. En ik heb een tijdje in Tilburg gewoond nog, toen ik daar studeerde. Maar ja, daarna eigenlijk weer gewoon in Helmond. Ja, 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 ja. En je zei het net al, hè, muzikaal gezien, maar ook met een verhaal. Ja. Aan het programma Hit the Road meegedaan. Jouw verhaal is dat je geboren bent als vrouw. Klopt. En een, ja, een transitie hebt ondergaan. Ja. En nu man bent. Ja, klopt. Hoe is dat proces een beetje gegaan? En wanneer wist je van, ik ga dat ook echt doen? Ja, dat is eigenlijk best wel een lang proces geweest. Want ik kwam daar op mijn 21ste ongeveer achter. Van, oh, dit is het. Ik had eigenlijk al dat ik heel lang zoekende was. Maar ik kon nooit vinden van, wat is het nu wat eigenlijk? Wat is het? Ja. Ja, ik had heel erg in mijn hoofd van, oh, een transgender is iemand die met 4 jaar al protesteert tegen een jurkje. En ik was daar op die leeftijd totaal niet mee bezig. Ik had daar ook helemaal, ja, ik was daar gewoon oprecht niet mee bezig. En toen kwam ik op een gegeven moment een video tegen van een transman van mijn leeftijd die in transitie was. Toen dacht ik, oh, dat kan dus ook als je al iets ouder bent. Ja, toen viel eigenlijk meteen het kwartje en dacht ik, oké, hier moet ik iets mee. Maar toen heeft het toch nog 6 jaar geduurd voordat ik medisch mijn transitie ben begonnen. Want je denkt erover na en ja, je moet daar enkele nachten over slapen natuurlijk. Want zeker, het is, ja. Het is niet niks, het is best. Nee, het is sowieso niet niks en je hebt natuurlijk ook nog je omgeving, die moesten er allemaal heel erg aan wennen. En bij mij was het ook nog eens zo dat natuurlijk ik mijn zangstem op het spel zette. Ja. Want je gaat aan de testosteron en dan gaat je stem dalen. Maar ik was al voorbij de leeftijd dat mijn strothoofd ook ging meegroeien. Ja. Want dat is allemaal al uitgegroeid. Dus het was in zoverre gewoon een heel groot risico. En ik heb daar heel veel onderzoek naar gedaan, maar ik kon daar eigenlijk gewoon niks over vinden. Nee. Of de een zegt dit en de ander dat, hè? Ja, en de enige zangers die ik heb gevonden, dat waren niet professionele zangers. Er was er eentje in Canada die ook professioneel zanger was, maar voor de rest eigenlijk niet. Het was gewoon heel weinig bekend. Daarom dacht ik ook, oké, dan ga ik aan dit programma meedoen. Want dan heb je toch weer dat iets meer mensen je zien. En mocht er dan iemand zijn die net als ik vroeger daarnaar op zoek was, dan kunnen ze je toch vinden. Ja, precies. Ja. En hoe is het uitgepakt met de stem? Ja, heel goed. Ja, geweldig. Ja, ik had er niet tevredener over kunnen zijn. Ik had dit van tevoren nooit gedacht eigenlijk. Ik had gedacht dat ik al geluk had als ik weer een beetje kon zingen. Ja. En uiteindelijk vind ik het gewoon beter dan het was voor mijn transitie. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Oh, I don't belong here. En als je nu luistert naar liedjes die je gezongen hebt toen je nog vrouw was, luister je er nu anders naar? Ja. Ja, want vroeger, kijk, normaal als je jezelf hoort zingen, dan voel je het ook, zeg maar. Ik weet niet of je dat gevoel kent. Ja, ja, dat als je jezelf hoort zingen, dan heb je bijna dat het in je keel meegaat. Omdat je voelt... Meetrilt eigenlijk. Ja, een beetje, omdat je gewoon hoort en weet hoe dat dan in je keel ook voelt. Ja. Als ik nu die oude muziek luister, dan denk ik echt... Hè? Wat voelde ik toen eigenlijk? Ja, het klopt gewoon niet, zeg maar. Ja. Nee, plus het voelt een beetje alsof je jezelf terugluistert met helium. Ja, zoiets. Precies. Ja, ik kan het dan niet helemaal plaatsen. Ja, nee, ja, en ja. Ik heb ook een hele tijd gehad dat mijn stem aan het veranderen was. En dat ik dacht, oh ja, mijn stem verandert helemaal niet. Ik klink nog steeds als een vrouw. Ja. En dan ging ik die oude dingen luisteren en dan dacht ik, maar zo heb ik toch nooit geklonken. Hoi, ik ben Sam Jansen en dit is mijn stem 2 weken aan de testosteron. Dit is mijn stem 11 weken aan de testosteron. Dit is mijn stem 6 maanden aan de testosteron. En dit is mijn stem 1 jaar aan de testosteron. Dit is mijn stem 2 jaar aan de testosteron. Hi, ik ben Sam Jansen en dit is mijn stem 2,5 jaar aan de testosteron. Even de stars, they burn. Some even fall. To the earth, and we've got a life.
walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we've got. Yeah, we've got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my Hoe is het ooit begonnen bij jou met de muzikale carrière? Stond jij echt als kind al te zingen in de woonkamer? Of, Ja, bij mij is het wel begonnen met gitaarspelen. Dus daar ben ik op mijn 7e mee begonnen ongeveer. En daar ben ik relatief snel ook bij gaan zingen. Dus ik heb altijd die combinatie van beide gedaan. Nooit eigenlijk los van elkaar. Heel muzikaal eigenlijk, creatief. Ja, ik ben daar altijd heel erg mee bezig geweest. En ik wist ook echt al op mijn 10e, ik wil naar het conservatorium. En ik had toen een docent, die had zelf klassiek gitaar gestudeerd. En die gaf altijd aan van dat is een beetje de basis. Dus dat is waar ik in eerste instantie op gefocust heb. Ja. Dus ik ben echt op mijn 14e ging ik al elke zaterdag naar de vakklas. En op mijn 16e of 17e elke zaterdag naar Tilburg. De hele dag naar school, naar het conservatorium al. En toen ben ik dus op mijn 17e aangenomen. En toen ben ik daar een bachelor klassiek gitaar gaan doen. Dus echt klassieke muziek. Okay. En daarnaast speelde ik dan ook altijd in bandjes. Dus bijvoorbeeld de Lijf de Leeuwband, waar ik nu nog steeds in speel. Ja. Daar speelde ik toen ook al in, vanaf het tweede jaar conservatorium of zo. En toen ben ik na mijn bachelor aangenomen tot de master, klassiek gitaar. En halverwege die master dacht ik, ja, maar wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Alles wat ik met optreden doe of met eigenlijk met werk, gaat helemaal niet om klassiek. Dus toen ben ik halverwege die master geswitcht naar lichte muziek, gitaar en zang. Okay. Dus daar heb ik mijn master in afgemaakt. Ja. Tof. En wat is je toekomstbeeld? Wat wil je heel graag bereiken? Waar wil je naartoe? Ja, dat vind ik altijd een moeilijke. Want ik heb niet per se het gevoel dat prestatie gelukkig maakt of zo. Ik heb meer het idee dat doen wat je graag doet gelukkig maakt. Sluit dus, me aan. Ja. Dus ik heb niet 100% een doel van, oh, dat wil ik bereiken en dan ben ik er. Ik heb meer van, als ik mijn geld kan verdienen met wat ik echt leuk vind en met muziek waar ik echt achter sta, dan mag het van mij best wel muziek zijn die bij een minder groot publiek geliefd is. En dat je dan minder beroemd of wat dan ook bent, zeg maar. Mm-hmm. Maar als ik gewoon echt kan doen wat ik zelf heel gaaf vind en waar ik achter sta, denk dat ik dan mijn doel wel bereikt heb. Dan zit jij in die stoel, ik op deze bank. Want er is geen plek op deze bank, hè? Nee, klopt. Nee, daar ligt een... Jouw grote vriend, Steun en Toeverlaat. Ja, vertel. Ja, dat is admiraal. Officieel admiraal Hendrik Jan Jansen. Kijk, wat je moet iets verzinnen, toch? Ja. Ja. En inderdaad, dat is een soort van mijn blaffende berggeit. En die is er eigenlijk altijd bij. Ja, die gaat overal mee naartoe, hè? Want onlangs was je ook te gast bij ons bij de radio. Klopt, en daar was hij ook bij. Ja, was hij ook bij. Ja, hij is er gewoon echt altijd bij. Hij gaat mee naar alle optredens. Dan ligt hij gewoon backstage. Hij is er altijd bij als ik lesgeef. Want ik heb ook een lespraktijk in Helmond waar ik gitaar en zang lesgeef. Ja. Daar is hij ook altijd bij. Dus ik denk dat iedereen die mij kent me niet zonder admiraal, zeg maar. Ja, een echte Helmondse hond. Ja. Hier geboren.
Nee, dat niet. Oh, dat nee, niet? Nee, helaas. 2021, ja. Nieuw jaar. Wat zijn jouw plannen? Heb je wel plannen voor het nieuwe jaar? Ja, zeker. Ik ben sowieso natuurlijk met de Lijf de Leeuwband nog actief. Ja, ook heel tof. Ja. Ja, zeker. Ja, we hebben daar net in februari of maart een nieuw album uitgebracht. Daar zouden we mee gaan toeren. Er zijn ongeveer 30 shows gecanceld in verband met corona. Dus die shows gaan komend jaar een beetje ingehaald worden. Hopen we. Ja, ik geloof dat wat nu in januari staat ook alweer langzaamaan verplaatst wordt naar iets later. Omdat zalen toch niet zo goed aandurven. Ja. En ik ben zelf met een heel gaaf project bezig. Want ik ben namelijk voor mijn transitie de studio ingegaan. Toen heb ik een half album opgenomen met mijn toenmalige stem. Ook over het onderwerp. En dat gaat aangevuld worden met... Nieuw materiaal met mijn huidige stem. En dat is ook allemaal opgenomen door documentairemakers. Ja. Dus we zijn nu eigenlijk die documentaire aan het pitchen bij verschillende media, zeg maar. Om te kijken of we die ergens zouden kunnen plaatsen. Dus daar zijn we mee bezig. En het idee is om dan met die plaat ook een theatertour te gaan doen. Oh, gaaf. Met daarin ook weer beeldmateriaal verwerkt. Ja, dus, en over hoeveel liedjes praten we dan, het totale album? 10 tot 12. Oh ja, een volledig album. Ja, dus, gewoon een volledig album, ja. En is er dan misschien ook een idee om daarvan een single uit te brengen met een videoclip erbij? Om dat de boel extra te ondersteunen. Dat zou kunnen, inderdaad. Ja, daar zijn we gewoon nog een beetje in aan het zoeken. We moeten uiteindelijk ook met een regisseur gaan samenwerken natuurlijk voor in de theaters. Ja. En dan gaan we gewoon kijken hoe we het beste kunnen uitvoeren eigenlijk. Ja, ja. Hey, en hoe kan het Helmondse volk en ver daarbuiten jou vinden op social media? Sowieso op Instagram ben ik best wel actief. Daar deel ik ook zowel muziekdingen als transgender gerelateerde dingen. Zodat mensen daar ook nog iets van kunnen leren. Ja. En dan kan je me vinden op samjansen.nl. Dat is mijn Instagram handle, zeg maar. Ja. Daarnaast heb ik een YouTube kanaal. Die kan je gewoon vinden als je Sam Jansen opzoekt. En daar heb ik ook heel vaak liedjes opgenomen. Waarop je dus de verandering van mijn stem kan horen. En nu neem ik gewoon liedjes op met mijn stem zoals die nu is. Dus die zijn daarop te horen. En dat zijn eigenlijk de dingen waar ik het meest actief op ben. Ja. I've lost my heart, it seems. Well, I've grown so used to you somehow. Well, I'm nobody's sugar daddy now, and I'm lonesome. I've got the lovesick blues.